Ook nog wat hoogtepuntjes misschien straks uit de Europa League. Als we er nog tijd voor hebben. Absoluut hoogtepunt was natuurlijk bij de wedstrijd Fiorentina tegen Borussia Mönchengladbach. Achterin let u even op die verdediger. Het staat op dat moment 1-0 volgens mij. En dan legt hij deze. Oh. En dan gaat die doelman ook nog op zijn pan. En hop, dan wordt het 2-0. Maar het mooiste van alles is nog, het wordt 2-0 voor Fiorentina, maar die verliezen gewoon dan, met 4-2. Ja, maar dat is nou, die Duitsers gingen even gas geven. Ja. Die gingen er opeens. Jeugd, nog en dan in de rust tegen hem zeggen, joh, dat kan iedereen gebeuren. Ja.